De Helmondse toneelvereniging Genesius bestaat dit jaar 110 jaar en is daarmee een van de oudste toneelverenigingen van Nederland. In meer dan een eeuw tijd hebben zij veel zien veranderen. We hebben natuurlijk periodes van ups en downs gehad. We hebben periodes gehad waarin alleen maar mannen toneel speelden. Dat zeg maar tot vanaf het begin 1899 tot 1940, 1945, 1950 was toneelspelen voorbehouden aan mannen. Toen zijn daar vrouwenrollen, toen is er ook door mede de vrouwenemancipatie zijn er ook vrouwen aan toneel gegaan. En wat je dus ziet is, we hebben ook een periode meegemaakt, de opkomst van de televisie bijvoorbeeld, dat het enorm moeilijk was om überhaupt publiek in het theater te krijgen. En we hebben inderdaad voorstellingen gespeeld met alles drom en dran voor pak een beet 15 of 20 toeschouwers. Die periode is voorbij en wat je dus nu ziet, we moeten er wel wat moeite voor doen, best wel veel moeite voor doen, publicitair en dat soort dingen. Maar het lukt ons toch regelmatig om voorstellingen te spelen met toch minimaal 300, 400 man in de zaal. Dit is een zaak tussen ons en onze dochter. Hebben wij een dochter? Ik herken haar niet. Er zitten hier al mensen vanaf vorige week te wachten. Goed, help ons zelf, dan help ons, die laatste. Ja? Ja? Oké, wees niet bang om volume te geven, jongens. Ja? Oké, gaat-ie. Senta! 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 In Helmond is toneel niet echt groot. Als je kijkt dat wij met ons, we hebben ongeveer een 43 leden. Dan zijn er nog een paar andere toneelverenigingen in Helmond, die zijn toch beduidend kleiner. Dus je zou kunnen zeggen, als je dat optelt, dan kom je misschien aan 70 actieve toneelspelers in Helmond op een bestand van 85.000. Het jubileum wordt gevierd met een voorstelling van het welbekende verhaal De Vliegende Hollander. Er wordt elke week druk geoefend door alle leden van de vereniging. Senta! Senta, ga jij nu ook weg? Ik ben altijd al weg geweest. We zijn nu een jaar bezig met het stuk. Repeteren daarvan. Het is een stuk wat niet alleen toneelspel naar voren brengt, maar het is ook een kijkstuk. Dus het visuele aspect voegt ook heel veel toe aan het toneelspel. En omdat het dus met 35 man gespeeld wordt, geeft het ook een heel levendig beeld. Dus het is ook een stuk wat voor iedereen wel wat brengt. Er zit wat literairs in, er zit wat kijkspel in, er zit wat spektakel tussen haakjes in. En dat maakt het stuk ook eigenlijk best aantrekkelijk voor een heel breed publiek. Dus in feite, iedereen kan aan zijn trekken komen door het stuk te bekijken. Het stuk dat wordt gespeeld in het Speelhuis in Helmond. Bij iedereen bekend, normaal gesproken. En de speeldata zijn 5, 6 en 7 november. En 12, 13 en 14 november. Dus totaal 6 voorstellingen. En er zijn gelukkig nog kaarten verkrijgbaar voor mensen die er belangstelling voor hebben. En dat kan of aan de kassa of via de website van het Speelhuis.